Wie biedt er meer als het op gemotiveerde uitzendkrachten aankomt? Ga naar hollandcontracting.nl. KPN Holland is een familiebedrijf. We zijn met drie broers eigenaar, Hans, Aad en ik. We zitten ook in de directie met een vierde man, Peter Samwel. KPN Holland staat voor het ontwikkelen, het veredelen, het vermeerderen en produceren van sierteeltproducten. Waarbij we ons specialiseren op de kalangoe, de curcuma, de anthurium en de spatifilum. We zijn een bedrijf met 130 mensen in vaste dienst en we hebben een 16 hectare kassen, allemaal geconcentreerd in Naaldwijk, in en om Naaldwijk. We zijn steeds sterker ons aan het oriënteren op internationale samenwerking. Er moet kennis vanuit Nederland ontwikkeld blijven en dat is de basis voor de ontwikkelingen die in het buitenland gebeuren. Maar de werkelijke productie die proberen we steeds meer uit te plaatsen. Ik noemde al de kalangoe stekvermeerdering in Oeganda. Ik kan ook de laboratoriumproductie. We hadden een groot lab, 5 jaar geleden nog een mannetje of 35. Dat is nu teruggebracht naar ongeveer 3 volle arbeidskrachten. Die doen alleen maar initiaties en instandhoudingen en die sturen de buitenlandse labs aan voor de echte massaproductie. Ik kan ook noemen de ontwikkeling van rhizomen voor curcuma's, de knollen zeg maar, voor de vermeerdering. Dat gebeurt in Thailand, daar groeit het goed en is de arbeid goedkoop. En dat soort zaken proberen we steeds verder uit te plaatsen om hier alleen maar efficiënt met onze kennis door te gaan.